spelen, maar hij kan ook nog van een ander land uitkomen. Welk land is dat? Tunesië is goed. Ja, klopt. Hoe wist jij dit? Hier is Kraaienveld. Vindt hier Sliti. Draait er knap weg en schiet hem ook fantastisch binnen. Onder de lat. En op deze leeftijd kunnen de keepers daar vaak niet bij. Goed ingeschoten, goed weggedraaid. Ayman Sliti. Zoals eerder gezegd dus, nieuw bij Feyenoord, kwam van Twente. En scoorde zijn laatste goals namens Twente tegen Feyenoord. En scoort hier dus in het shirt van Feyenoord. Nieuw bij Feyenoord, komt van Twente. Ayman Sliti. Vindt hier Van Persie en Shaquille Van Persie brengt Feyenoord terug in de wedstrijd. 1-3. Rond het heel beheerst af. Shaquille Van Persie. Hier is Kraaienveld. Vindt hier Sliti. Draait er knap weg en schiet hem ook fantastisch binnen. Onder de lat. En op deze leeftijd kunnen de keepers daar vaak niet bij. Goed ingeschoten. Goed volgen voor Ajax. 3-6. Uit deze rake kopbal. Feyenoord heeft er dan nog wel zin in. Hier weer een kopbal. Sliti. En nu een goede redding van Tommy Setford. Het jongere broertje van Charlie Setford. Keeper van Ajax onder 18. Elke keer weer ruimte bij die Sliti. En wat doet hij dan nu? Dit doet hij. En daar kun je dan eigenlijk alleen maar stil van worden. 3-7 maar liefst op de toekomst. Ajax laat zich zo wel heel erg te kijk zetten. Met Ayman Sliti. Sliti de voorzet. En dit is een wondergoal. En dan hoef je je niet af te vragen van wie hij dat heeft geleerd. Shaquille Van Persie. Zet Feyenoord de jonge Amsterdammers. Ondertussen laat Ajax natuurlijk heel veel ruimte op jacht. Naar de aansluitingstreffer. Feyenoord gaat daarvan profiteren. Hier helemaal vrij. Hij kan naar binnen komen. Sliti. En dan zorgen voor 2-5. Slecht verdedigd. Van haar uiterst ongelukkig geraakt. Maar even later. Vrije trap. Helemaal vrij. Daar is hij weer. Sliti. Een beetje te gaan bibberen. Hier een grote kans en dan al heel snel 3-1. Henry is hem uit het oog verloren. En geprofiteerd wordt er door Redmond. 3-1 tegen Feyenoord. En zo lijkt dat kampioenschap nog even te worden uitgesteld voor Ajax onder 17. Nauwelijks meer een kans voor de Amsterdammers in.